Welkom bij een nieuwe Omroep Hulst Informeert. En deze week bij Zaman Mode en Sport in Hulst. En dit is een week waarin u van u verwacht wordt dat u toch mondmaskers gaat dragen in winkels. Maar bij presenteren is dat natuurlijk niet mogelijk. En de productie van die mondmaskers die draait overal op volle toeren. Ook net over de grens, bijvoorbeeld in Assenheden. Natuurlijk is het belangrijk dat u zich laat testen als u klachten heeft. Maar vanaf 1 december kunt u zich ook laten testen als u geen klachten heeft. Maar wel bijvoorbeeld gebeld bent door de GGD omdat uw naam naar voren is gekomen in een contactonderzoek. Of u heeft zo'n melding gekregen op die app. Nou, dan kunt u zich dus laten testen. En is die test negatief, dan hoeft u niet langer in quarantaine. En vanwege corona is het Lodewijk College in Terneuzen voorlopig eventjes dicht. De locatie aan de Zelderustlaan die wordt gesloten omdat er toch te veel besmettingen zijn. Er zijn 8 leerlingen en 2 medewerkers besmet. En daarnaast hebben zich ook nog verschillende leerkrachten ziek gemeld. Dus even een belangrijke pas op de plaats. School even dicht, maar die zal snel wel weer openen. In de donkere dagen, het wordt vroeger donker, het is koud buiten, mensen blijven binnen en er wordt daardoor meer ingebroken, ook in de gemeente Hulst. De politie zal wat vaker gaan surveilleren. Maar daarnaast zijn ook de ogen en de oren van alle inwoners hard nodig om verdachte zaken te melden. Ziet u iets verdacht, bel dan gewoon 112. Hoort u of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto in de straat, persoon op de uitkijk of glasgerinkel? Aarzel dan niet en bel 112. De politie komt liever een keer voor niets langs. Want een kenteken opschrijven kan belangrijk zijn om toch een aanhouding te verrichten. Denk bij het voorkomen van inbraak aan de 3 L's. De eerste L is van licht. Een goed verlichte woning, ja, die gaan dieven het liefste uit de weg. En dan de L van een lang werk. Want inbrekers komen er toch graag makkelijk binnen. En samen met lawaai zijn dat dus de 3 L's waar inbrekers een hekel aan hebben. De politie had het in Westdorpen deze week druk met het opruimen van een drugslab. Honderden kilogrammen crystal meth die werden daar in beslag genomen. De drugs is afgevoerd en vernietigd. In eerste instantie moest de locatie zwaar bewaakt worden. Ook drugs Niels uit Hulst, een inwoner van Nielname en een inwoner uit Hulst werden deze week aangehouden op de verdenking van handelen in harddrugs. En wie denkt dat Terneuzen door al die drugsactiviteiten een ongezonde gemeente is, die heeft het mis. Want Terneuzen staat op plaats 8 in de top 10 van meest gezonde gemeentes in Nederland. Er zijn natuurlijk wel werkpunten als het gaat bijvoorbeeld om gezonde mobiliteit. Maar Terneuzen is wel de enige Zeeuwse gemeente in die top 10. En uit Terneuzen kregen we bijzondere beelden. De afgelopen week is namelijk 250.000 kubieke meter kanaalwater uit het binnenhoofd. En dat is een stukje van die nieuwe sluis. Dat is, water is daar uitgepompt en daardoor is een droge werkplek, een bouwkuip ontstaan. 25 meter diep en 22 meter onder NAP. Heel veel werk, maar in dit filmpje gaat het een stuk sneller.
een knap staaltje vakmanschap daarin te neuzen. In 2023 vaart het eerste schip door die nieuwe sluis. En in Axel zullen ze misschien ook wel tot 2023 moeten wachten, tot senioren daar een nieuw appartementencomplex in het centrum kunnen betrekken. Door bezwaren tegen de bouw zal de start pas in 2022 plaatsvinden. Ze hadden eigenlijk nu al bezig moeten zijn. En wat is het mooi geworden in het Heiken in Heikant. Na jaren sparen kreeg het dorpshuis een echte metamorfose. Het thema vlas, dat zo bij Heikant hoort, is overal terug te vinden. Het is een huis van en voor verenigingen, waar nu al beperkt van genoten kan worden. De bar, die mag nog niet open, maar ziet er uitnodigend uit. In Hulst moet de verbouwing van het museum nog beginnen. En de start, die staat in februari gepland. Kerst staat voor de deur en Hulst voor elkaar heeft weer een mooie kerstactie. Want ken je iemand die vaak alleen is en wil je laten weten dat je aan diegene denkt een hart onder de riem steken? Bezorg dan een gratis kerstontbijt. Nou, wilt u dat? Dan kunt u een mailtje sturen naar info@hulstvoorelkaar.nl of gewoon even bellen met 014-684-700. Het aantal ontbijtjes is beperkt en opgeven kan tussen 3 en 17 december. Degene die u wil verrassen moet wel in de gemeente Hulst wonen. Bent u een van de gelukkigen, dan kunt u uw ontbijtje ophalen op 22 december en dan op pad gaan om diegene te verrassen. Een mooie actie ook in West-Zeeuws-Vlaanderen. Daar verrassen kerstengelen mensen die wel een opsteker kunnen gebruiken. Nee, de engelen moeten niet verkleed en ook geen vleugeltjes, maar zullen juist ongezien een 54-tal mensen gaan verrassen met kleine attenties. Dat kan een kaart, een gedicht of wat lekkers zijn. Geef een ander kleine momentjes van geluk. Wilt u ook nog meedoen in de gemeente Sluis? Er zijn nu al 30 engelen, maar meedoen kan altijd. Stuur dan een mailtje naar dementievriendelijksluis@gmail.com. In de gemeente Terneuzen en in Hulst zijn geen dergelijke kerstacties. Maar wat let u om ook als kerstengel op pad te gaan of een Secret Santa en mensen dan een klein momentje van geluk te bezorgen. En nieuwsgierige kinderen uit groep 6, 7 en 8, die moeten eens naar de bibliotheek in Terneuzen. Want daar wordt samen met cultuureducatie iedere maand een super tof kidscollege georganiseerd. En deze keer op woensdag 9 december. Dan gaat DJ Benjamin Samson in op het heden en het verleden, heel de geschiedenis van elektronische muziek. De middag die duurt van 3 tot 5 met natuurlijk wel een pauze. Het gaat over filmmuziek, rock, rappen of kinderliedjes. Het is eigenlijk allemaal muziek. Je moet je wel even aanmelden op cultuurmenus.nl. U heeft het misschien al gezien. Er komen steeds meer nieuwe programma's bij Omroep Hulst. Nu ook een programma over films op het witte doek. En de eerste aflevering die gaat over een film Slag om de Schelde. 17 december gaat die film ook draaien in Hulst in de bioscoop. En bij Omroep Hulst Informeert sluiten we natuurlijk ook altijd af met muziek. Vorige week sloten we af met een nummer van Erik van Giessen. Op 21 december verschijnt zijn debuutalbum met als titel Voor Jou. Vol met zelfgeschreven nummers, allemaal met een persoonlijk verhaal. En ook Groenieten de Potter, die was al vaker te horen. Ze timmert leuk aan de weg, want haar clip Oosterwind is misschien wel te zien in de Zeeuwse top 40. Maar deze week hele andere muziek van Tim en Francine Buizenrogge uit Kloosterzanden. Of ik kan misschien beter zeggen Bustaflex met Zo Fris. Tot volgende week. Bustaflex. Oh.
Zo fris is die chick als ze naar buiten loopt. Vele boys vinden haar super dope. Haar haar en stijl, want ze heeft die swag. Maakt niet uit hoe het zit, dat is te gek. Iedereen begroeten wat ze lopen rondje. Mannen kijken daar naar haar om de tontje. Er is geen takkie-takkie door haar aanwezigheid. In een mum van tijd zijn ze haar weer kwijt. Ze loopt gewoon door en kijkt niet om. Ze denkt bij zichzelf, die gasten zijn dom. Ze weet van zichzelf dat ze die swag heeft. Fuck al die mannen die ze geen love geven. Yo, yo, ik weet niet wat er is. Vandaag gaat met mij alles mis. Nu wil ik graag wat ik van is. Terwijl het mijn geluk is. Ik zit hier in de wildernis. Een keuze die zo moeilijk is. Maar het is die chick die is zo fris. Zo fris, zo fris, zo fris. Zo fris, zo fris, zo fris, zo fris, zo fris. Sky is grauw, maar in mijn hoofd is het blauw. Een blik is genoeg, ik weet niet wat het is. Maar het is die chick, ze is zo fris. Ze is zo lit, ja ze lijkt zo lit. Niemand weet dat ze ergens mee zit. Ze had een wens, die is uitgekomen. Ze voelt zich lonely in een bos vol bomen. Ze denkt bij zichzelf en komt tot zichzelf. De conclusie is dat ze zichzelf niet meer is. Yo, yo, yo.